Hallo en welkom bij de podcast van de Zoete Zusjes. In deze aflevering doen we de grote dierenquiz. Ja. We gaan eens kijken of jullie al veel weten over dieren. We hebben een grote dierenquiz, die staat ook in het vakantiedoeboek. Ik ga een vraag stellen en jullie moeten raden welk antwoord goed is. Oké, ik heb er zin in. Ja? Let's go. Laten we beginnen. Ja. Nou, dan gaan we snel beginnen met vraag 1. Welk dier legt de grootste eieren ter wereld? Is dat A, een haai? B, een struisvogel? C, een reuzenschildpad? Of D, een eend? Wat denken jullie? Ik ga voor B, de struisvogel. Ik denk de reuzenschildpad. Zal ik vertellen wat het goede antwoord is? Ja. Nou. Eén van jullie had hem goed. Het is B, de struisvogel. Ja, ik denk dat dat hele grote eieren zijn. Ja, ik heb een keer een struisvogel-ei gezien. Niet echt, maar op een filmpje. Ja. En die zijn echt jukkel. Ja, dus lijken wel dinosaurus-eieren. Dat is het wel. Hey, ze wegen soms wel meer dan 2 kilo. Ze zijn supersterk. En ze zijn zo groot als de hand van een volwassene. 2 kilo? 2 kilo. Dat is echt groot. Okay. We gaan snel door met vraag 2. Hoe noem je een babypaard? Is dat A, een puppy? B, een kitten? C, een veulen? Of D, een kalf? En deze weet Janna wel, denk ik. C, ja, C. Ik ga ook voor C. Voor het veulentje? C. Yep. Helemaal goed. Een pasgeboren paardje heet een veulentje. Ook een kleine zebra of ezel, die heet ook een veulentje. En een puppy is natuurlijk een baby. Hondje. En een kitten is een baby. Koes. En een kalf is een pasgeboren koe, maar kan ook een klein olifantje, walvisje of hertje zijn. Aww. Die noem je ook een kalfje. Aww. Zo schattig. Gaan we snel door met vraag 3. Ik zeg iets in een volgorde en jullie moeten zeggen wat de goede volgorde is. Daar komt die. A, rups, ei, pop, vlinder. Of is het B, ei, pop, rups, vlinder. Of is het C, pop, ei, rups, vlinder? Of is het D, ei, rups, pop, vlinder? D. Ja, want leg eens even uit, hoe gaat het dan? Nou, eerst is het een klein eitje hebben we. Ja. Dan komt uit dat eitje een rups, denk ik. Ja. En dan een rups wordt een pop en een pop wordt een vlinder. Ja, de rups eet een heleboel en die gaat in zo'n pop. En dan komt er uit de pop een mooie vlinder. Ja, helemaal goed. Jullie gaan hartstikke goed. Yes. We gaan snel door met vraag 4. Wat is het snelste landdier? Is dat A, een jachtluipaard? B, een haas? C, een springbok? Of D, een leeuw? A. Een springbok? Wat is dat dan? Dat is in Zuid-Afrika. Weet je, had je van die hertjes? Die... C, springbok. Denk ik. Ik zeg C. Springbok. C. Allebei C? Ja. Ah, fout. Weet je welke het is? Jachtluipaard. A, jachtluipaard. Ja. Die had ik het eerst. Jachtluipaard is het snelste landdier. Hij kan harder rennen dan 100 km per uur. Dat houdt hij niet zo heel lang vol, maar dan kan hij wel precies een prooi vangen. Vraag 5. Hoe noem je een groep vissen? Is dat A, een kudde vissen? B, een roedel vissen? C, een zwerm vissen? Of D, een school vissen? D! Een school? Ja. Gaan ze naar school vissen? Ja, echt nee, waar. Ze gaan niet naar school. Hoe werkt het dan, Janna? Nou, niet per se dat ze naar school gaan, maar zo noem je gewoon als het heel veel vissen bij elkaar zijn. Ja, als ze allemaal bij elkaar zwemmen, dan zwemmen ze in een school. En dat is natuurlijk niet de school waar jij elke dag naartoe dus gaat. Dus we hebben het goed? Nee, ja, hij is goed. Ik denk zo dat noem je het school vissen. Noemde, omdat het allemaal soort van kinderen zijn. En degene die dan voorop zit, is de juf. Oh, ja. Zoiets, denk ik. Ze zwemmen allemaal achter de juf aan. Hey, en koeien die leven wel in een kudde. En wolven die leven in een roedel. En bijen die vliegen in een zwerm. Nee, ook vogels. Ja, dat kan ook. Okay, gaan we snel door met vraag 6. Wat is het grootste dier op aarde? Ik denk dat jullie deze weten. Is ik dat weet hem A, denk ik al. De blauwe vinvis? B, een olifant? C, een orka? Of D, een nijlpaard? De blauwe vinvis? Ja, zeker. Ja, weet je hoeveel meter lang die kan worden dan? Iets van 40 meter? Nee, 33 meter lang kunnen ze ongeveer worden. Maar ze wegen wel meer dan 170.000 kilo.
Dus ze zijn echt super groot. Als die opeens niet meer kan zwemmen en je krijgt een mopje. Ja, dan ben je plat, denk ik. Plat als een pannenkoek. Plat als een pannenkoek. Gaan we snel door met vraag 7. Wat eten panda's vooral? Is dat A, brood? B, kleine diertjes? C, bamboe? Of D, fruit en groente? C, bamboe. Ja, bamboe. Panda's eten vooral bamboe. Soms eten ze ook wel kleine dingen. Maar bijna alle maaltijden bestaan uit bamboe. Maar ze eten dan de bladeren en de takjes en soms wel 15 kilo per dag. Wat? Gaan we naar vraag 8. Op welke dag is Dierendag? Is dat A, 4 oktober? B, 5 december? C, 27 april? Of D, 1 januari? Ik ga gewoon gokken. Ja. Ik zit of oktober, denk of in april of januari. Wat is de oktober? Voor januari. Jij gaat voor januari en jij voor oktober? Ja. Het was A, 4 oktober. Jan had hem goed. Ja! Ja. Nee, 1 januari is nieuwjaarsdag, Saar. Ja? Ja. En 5 december is Sinterklaas. En 27 april is Koningsdag, denk ik. Ja. Maar ik wist niet wat voor januari het was. Nee, 1 januari was het. Ja, maar de Dierendag is op 4 oktober. Ja. Hey, dit was de feestdag van Sint Franciscus van Assisi. En hij was altijd lief voor dieren. En nu vieren we dus op zijn feestdag Dierendag. Op zijn verjaardag? Ja, daar komt het vandaan. Op zijn feestdag. Oh, leuk. Gaan we naar vraag 9. Hoeveel pootjes heeft een krab? Zijn dat A, 2 poten? B, 4 poten? C, 8 poten? Of D, 10 poten? Nee, maar ik dacht dat het 3 was. Nee, die staat er niet tussen. Okay, 2, 4, 8 Wat of 10? Wat is 4? B, Oké, B. Poten. Ik ga voor 8. B. C, 8 poten. B. Je bent allebei fout. 10. Het zijn er 10. Een krab heeft 10 poten. Maar ik dacht 2 voor, 2 achter. Ja, twee ze horen bij de 10 poten en ze hebben 8 gewone poten. En dan ook nog 2 scharen vooraan, waar ze mee grijpen. Ja. Echt waar, moet je maar eens een plaatje bekijken van een krab, dan kun je ze tellen. Ik had het eigenlijk gewoon bijna goed, hè? Bijna, ja, die scharen horen er ook bij. Vraag 10. Hoe lang slaapt een olifant per dag? Is dat A, 1 uur? B, 3 uur? C, 8 uur of D, 12 uur? A, C. Nee, ik denk toch D. 12 uur? C, D. 8 uur en 12 uur, denk ik. Het is allebei niet goed. Het is B, 3 uur. Een olifant slaapt ongeveer maar 3 uurtjes per dag. En soms slapen ze helemaal niet. En als ze wel in slaap vallen, dan is het vaak maar 3 uurtjes. En dan slapen ze ook nog staand met hun ogen dicht. Staand? Ja, moet je voorstellen dat jij staand moet slapen. Nou, ga dat door is met de wat. Volgende vraag. We gaan snel door met vraag 11. Hoe noem je een mannetjes eend? Is dat A, een bok? Nee. B, een beer? C, een pul? Of D, een woerd? A, die weet ik. Weet je? Tegelijk. Wat denk je? C. Ik hoor een C en een D. Ik denk D. Het was D, een woerd. Ja, ja, een mannetjes eend heet een woerd. En een vrouwtjes eend heet gewoon een eend. En een jong eendje, dat heet een pulletje. Ah, jij zei pul. Dat is maar een klein eendje. Ik heb het goed. We gaan door met vraag 12. Welke vogel kan achteruit vliegen? Is dat A, een kolibrie? B, een meeuw? C, een reiger? Of D, een zeearend? Wat was ook alweer die meeuw? Is het een kolibrie? Wat is een meeuw? B, een meeuw? Meeuw, B. Jij een meeuw, jij een kolibrie? Janna heeft gelijk. De kolibrie is de enige vogel die achteruit kan vliegen. Yes! Omdat hij zo ontzettend snel wappert met zijn vleugels, wel 80 keer per seconde. Hoe dan? Kan hij helemaal stil in de lucht hangen. En zelfs achteruit vliegen. 80 keer zo laat? Per seconde. Dat kan je helemaal niet meer zien. Zo snel gaat die vleugel. Gaan we door met vraag 13. Hoe lang is de nek van een volwassen giraf gemiddeld? Ja, hallo. Hoe ga ik het nou weten? Een beetje inschatten. Is dat A, 1 meter? B, 2 meter? De nek, hè? C, 4 meter? Of D, meer dan 5 meter? B. C. Het was... D. Het was B. Sarah had gelijk, 2 meter. De nek van een volwassen giraf is ongeveer 2 meter lang. Omdat hij ook nog een heel groot lijf en lange poten heeft, kan die in totaal wel 5 meter worden. Maar ik dacht al van, die moet alleen die nek inschatten. Ja, het is alleen de nek en die is ongeveer 2 meter. Gaan we door met vraag 14. Welke kleur heeft de huid van een ijsbeer?
Is dat A? Die is heel makkelijk. Roze, B wit, C grijs of D zwart? D. Ik weet zwart? Die. Echt? Ja. Nou, onder zijn huid zit zo'n, volgens mij, zwart-grijzig vel. Ja, je hebt helemaal gelijk hoor. Want de vacht van een ijsbeer is natuurlijk wit. Dus dat zou je maar denken dat B weet is. Dat wel. Ja. Ja, maar de huid eronder is inderdaad zwart. Dat is heel moeilijk om te weten, omdat je natuurlijk alleen zijn witte vacht ziet. En een ijsbeer scheren, dat is misschien een beetje gevaarlijk. Ja. Dat doen we maar niet. Geloven nee, jullie het? Dat zijn huidje zwart is? Ja, tuurlijk, dat ja. Laat maar gewoon geloven. We gaan niet scheren. Ja. 15. Hoe vaak poept een luiaard? Is dat A, elk nee, uur? Dat wist ik eerst van een moduleboekje, maar nu weet ik oh, niet. Oh, daar komt-ie. Is dat A, elk uur? B, een paar keer per dag? C, elke dag? Of D, één keer in de week? Ja, die weet ik. Deze. Ja, ik weet hem weer. Wat D, dan? D. Eén keer in de week? Helemaal gelijk. De luiaard poept maar één keer in de week. Hij hangt de hele week lekker te luieren in de boom en is heel langzaam. En één keer in de week klimt hij even naar beneden om te poepen. Ja, ik ging op school zeg maar zo'n moduleboekje maken. En toen zat dat ook zo. Ging het over een luiaard? Oh. Of ik weet niet waarvan het was, maar iets van Zweden, boekje of zo. Het was een boekje. Hé, hey, en dit was de laatste vraag van de grote dierenquiz. Oh. Volgens mij hebben we er heel veel van geleerd. Ja. Er zaten echt wel moeilijke vragen tussen. Zeker. We zijn heel benieuwd hoeveel jullie er goed hadden. Of jullie net als Saar en Janna een paar foutjes hadden. Maar dat maakt natuurlijk niks uit, want daar leer je weer van. En deze quiz staat ook in ons grote vakantiedoelboek. Ja, doe met ons mee met Janna en Saar. De zusjes staan er klaar. Dit was een podcast van VBK Audiolab en Cosmos Uitgevers. Geproduceerd door Tinium Audioboek Producties. Zin in nog meer avonturen met Janna en Saar? Koop dan het grote Zoete Zusjes vakantieboek 2 of ga naar www.zoetezusjes.com.